Vorige week ontdekte ik de NRC-app, die echt een stuk beter is voor de iPad. Waarom is die zo fijn? Nou, je kunt op elke krant lezen, elke krant klikken. Je ziet de opmaak, echt fantastisch erbij. En als je een artikel wil lezen, dan druk je met je vinger erop. En zie je het met de foto's erbij. Nou, dit is echt gewoon een lekkere manier om het overzicht te hebben op de krant. Ik wil het nooit meer anders. De opmaak die het eigenlijk in EPUB formaat heeft bij de NRC is helemaal niet leuk. Wat is nou het nieuws van vandaag? Dat zowel de app op Android. Bijvoorbeeld hier heb ik de HTC Desire en de oude, en gewoon de oude iPhone. En je kunt hier op de Android en op de iPhone kun je ook gewoon de app hebben. En dan zie je ook de opmaak nu. Gewoon de opmaak. En als je dan het artikel wil lezen, dan klik je erop. En dan krijg je hier al die artikelen tevoorschijn. Lekker snel. Interessant is, je kunt dus, als je geen abonnement op de NRC, dan krijg je wel de opmaak. Maar je kunt het artikel niet aanklikken. Dus je kunt, wat aardig is ook, je kunt hier het zo zien. En het aardige wat ik ook wel vind, als je gewoon hier even kijkt, wat mooier is op de Android. Als je het zo doet, als je hem draait op de iPhone, dan wordt hij klein. Maar hier, als je hem draait, dan zoomt hij hem netjes in en dan kun je gewoon beter de opmaak kijken. Dan kun je naar de volgende pagina gaan en hier gebruikt hij maar een klein gedeelte van het scherm. Dus ik vind de iPhone-app iets minder dan de Android-app. Wel grappig. Is dat een teken van de tijd dat de Android beter wordt? Dus, iedereen eventjes het NRC downloaden. Als je geen abonnement hebt, kun je voor 79 cent kun je een nieuwe kopen. iPhone, Android en iPad.